Goedenavond dames en heren, welkom hier op het Nationaal Ereveld in Loenen, waar vanmiddag de dodenherdenking plaatsvond en wij hebben voor u een impressie gemaakt. Goedemiddag dames en heren. Namens de Oorlogsgravenstichting heet ik u van harte welkom op de jaarlijkse dodenherdenking op Nationaal Ereveld Loenen. Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Oorlogsgravenstichting verzorgt de minister-president dit jaar de openingstoespraak. Dames en heren, het Ereveld Loenen is levende geschiedenis. Want op deze plek worden herinneringen doorgegeven van generatie op generatie. Achter elke naam, op elke steen, gaat een eigen verhaal schuil dat het verdient om verteld te blijven worden. Daarom was dit 2 dagen geleden een ereveld vol leven. Met bij elke steen een man of vrouw in de leeftijd van een slachtoffer dat op die plek begraven ligt. En daarom herdenken we ook, elk jaar opnieuw, om het verleden levend te houden. Door samen te komen, stil te zijn en herinneringen te delen, eren wij de nagedachtenis van al die duizenden mannen en vrouwen die hier hun laatste rustplaats vonden. Hun offer, hun strijd, hun noodlot, we mogen het niet vergeten. Levende geschiedenis wordt ook zichtbaar in de herbegravingen die hier nog steeds plaatsvinden en in de blijvende inzet om anonieme slachtoffers hun naam terug te geven. Zoals enkele jaren geleden Gerard Putters, verzetsman uit Amsterdam, die in december 1942 werd vermoord op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag. Bijna 6 decennia lag hij in een anoniem graf. Totdat DNA-onderzoek uitsluitsel gaf en zijn naam in 2010 in steen kon worden gebeiteld. Hij is eindelijk thuis, zei zijn dochter toen. Er is ook heel recente geschiedenis. Iets meer dan 1 jaar geleden maakte een helikoptercrash in Mali een einde aan het leven van 2 Nederlandse Apache-vliegers. Kapitein René Zeetsen en eerste luitenant Ernst Mollinger, die hier begraven ligt. Een 3de Nederlandse militair, luitenant-kolonel Wolter van Tiel, overleed eind vorig jaar geheel onverwacht in Bamako, de hoofdstad van Mali. Deze 3 mannen zetten zich in voor een vrije en veilige wereld en betaalden tijdens hun uitzending de hoogste prijs. Ik noem hun namen vandaag met het diepste respect. En de geschiedenis stopt niet. Hier vlakbij en nauw verbonden met het ereveld komt een lang gekoesterde wens uit van velen, een aparte begraafplaats voor veteranen. Dus voor alle oud-militairen die Nederland dienden tijdens een vredes- of veiligheidsmissie. Onze veteranen verdienen dat. En het past ook in de ontwikkeling dat de aandacht en waardering voor veteranen groeit. Te lang werd hun werk voor vrede en veiligheid voor lief genomen. Maar die tijd is voorbij. Het veteranenveld in Loenen is daarvoor opnieuw een bewijs. Dames en heren, op plekken als deze en momenten als deze kruipt de geschiedenis onder je huid. Want de serene rust van dit ereveld maakt de verhalen van de doden bijna hoorbaar.
het gemis voelbaar, het verleden wordt tastbaar. En het klinkt misschien paradoxaal, maar ik ervaar op plekken als deze ook vaak een vorm van vredigheid en innerlijke rust. En dat heb ik niet alleen, ik hoor dat van meer mensen. Het zit ook in de woorden die ik net citeerde. Eindelijk thuis. Daar klinkt geborgenheid en zekerheid in door. Misschien zijn het de bomen, misschien zijn het de vogels. Maar ik geloof eigenlijk dat het iets anders is. Dat stil zijn in onszelf en stil zijn met elkaar kracht geeft. Omdat er op dit moment op deze plaats geen enkele twijfel bestaat over wat echt van waarde is. De vrijheid om te zijn wie je bent en je eigen keuzes te maken. Een leven in vrede zonder angst voor geweld en vervolging. De toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. En precies dat maakt herdenken zo waardevol. Want door de doden te eren en de geschiedenis levend te houden, omarmen wij de vrijheid en wapenen wij onszelf om pal te staan voor alles wat goed is, hier en nu. In stilte staan wij hier. Onder fluisterende bomen. Ooit hebben zij gezien hoe de wereld haar ogen sloot. Iedereen is hier. Nieuwe vrienden zijn gekomen om wie jij bent, dit moment overwint de dood. Hoor de vogels, hoor de vogels. Ze zingen jouw naam. In stilte staan wij hier op deze plek vol herinneringen, waar de liefde overleeft. In alles om ons heen, vol eerbied staan wij hier. De nacht zal hier nooit meer winnen. Kijk om je heen. Je bent hier nooit alleen, want de vogels, hoor de vogels, hoor ze zingen. Thank you.
Vol gedachten staan wij hier. Nooit meer, nooit meer. Elke vogel zingt jouw naam. Bijna 3000 jaar geleden werd er het volgende geschreven. Ach, was mijn hoofd een waterval, waren mijn ogen een bron van tranen, dag en nacht zou ik wenen over de gevallen van mijn volk. We staan hier allen tezamen nu om mensen in herinnering te brengen. Niet zomaar mensen, maar juist diegenen die zijn gesneuveld, vechtend voor de vrijheid. Mensen die zijn heen gegaan door toedoen van een vrede onderdrukker. We brengen je mensen in herinnering die geleden hebben onder oorlogsgeweld. We brengen de mensen in herinnering die in de oorlogsjaren van 40-45 recht hebben gestaan tegen de bezetter, die weigerde hun mond te houden. Mensen die het slachtoffer werden van wetteloosheid. Mensen die vielen onder bruut geweld. Maar we brengen ook hen in herinnering die door de gevolgen van honger en ziekte van ons heen gegaan zijn. Honger en ziekte die veroorzaakt zijn door de ellende die oorlog met zich meebrengt. Wij brengen hier en nu ook de mensen in herinnering die de roep van het vaderland volgden, de roep om de wapens op te nemen. Wij brengen hier en nu ook de mensen in herinnering die voor anderen zorgden tijdens onderdrukking en vervolging. Mensen die bijdroegen aan de vrijheid van anderen en die daarbij het leven lieten. Wij brengen hen die de hoogste prijs betaalden in herinnering, niet om ze te herdenken, maar om ze te gedenken, door ze te gedenk zijn ze hier en nu aanwezig. Wij brengen de mensen in herinnering. De mensen. En de politieke, economische, emotionele reden waarom oorlog ontstaat en ontstond, waarom het steeds maar voortduurt, waarom mensen andere mensen vervolgen om hetgeen ze denken, om hetgeen ze zeggen, dat is vandaag minder van belang. Het gaat om de mensen. Het waren mensen die werkten. Het waren mensen die lief hadden, die dromen hadden, die boos werden, die hun armen om anderen heen legden. Het waren unieke mensen. Zij stierven bij de uitvoering van hun taken, zij deden hun plichten in de oorlog of in dienst van de vrede wereldwijd. Zij waren de slachtoffer van de willekeur van bruut en blind geweld. Het waren mensen. En zij zijn op de ene op de andere dag gestopt door geweld. En die mensen zijn op dat moment aan ons zicht onttrokken. En bijna 3000 jaar geleden werd dan het volgende geschreven. Ach, was mijn hoofd een waterval, waren mijn ogen een bron van tranen. Dag en nacht zou ik wenen over de gevallenen van mijn volk. De schrijver hiervan, profeet Jeremia, die zegt ons, er blijven altijd mensen over. Er blijven altijd mensen die hun nooit of te nimmer vergeten. Er zijn altijd nabestaanden, ouders, familie, een kind. Maar ook vrienden die naast hen hebben gestaan. Voor die mensen is de herinnering niet iets van lang geleden, integendeel, het is een dagelijkse werkelijkheid. Het zijn achterblijvers, de mensen die gedenken, die wenen, die de leegte in hun hart blijven merken. Voor die mensen is de hardbevochten vrijheid altijd iets verkleurd. En ook hen sluiten wij vandaag in onze armen.
En de politieke, economische en emotionele reden waarom oorlog ontstaat of ontstond, waarom het steeds maar voortduurt. Waarom mensen andere mensen vervolgen om hetgeen ze denken en om hetgeen ze zeggen. Dat is vandaag van minder belang. Vandaag brengen wij de mensen in herinnering. We gedenken ze en daarom zijn ze hier en nu aanwezig. De profeet Jeremia die schreef het volgende. Ach, was mijn hoofd een waterval, waren mijn ogen een bron van tranen. Dag en nacht zou ik wenen over de gevallenen van mijn volk. Spreek nu het volgende gebed uit. Lieve medemens, lieve God, laat onze ogen een bron van tranen zijn als wij wenen over al diegenen die door oorlog van ons zijn weggenomen. Lieve medemens, lieve God, laat onze tranen dan ook weer drogen uit eerbied voor hun moed en kracht. Toen zij recht stonden tegenover dat wat krom was. Lieve medemensen, lieve God, als wij ooit voor dezelfde keuze staan, laat ons dan hun voorbeeld volgen, opdat wij eervol in hun schaduw mogen lopen. Lieve medemensen, lieve God, laten wij niet dag en nacht wenen over de gevallenen van ons volk, maar laat ons hen altijd omarmen. En laat ons hen altijd in onze harten dragen, zodat zij de vuurtorens zijn, als heldere bakens in de duisternis. Lieve medemensen, lieve God, laat ons hen nooit of te nimmer vergeten. Zij die recht stonden tegenover dat wat krom was. En laat ons omarmen, hier en nu, waar zij voor stonden. Amen. S'avonds, overdovend is het stil. Een kind kijkt vragend om zich heen. Ja, het weet wat er gebeurd is, maar wat het echt graag horen wil, het waarom, niemand die het weet. Een jong stel in gedachten, wat zou ik hebben gedaan? Zou de moed mij zijn ontvlucht? Een oude man staart in de verte, zijn hart gebroken hier ver vandaan. Waarom kwam ik als enige terug? Er zijn vragen zonder antwoord, die steeds maar weer worden gesteld. Het is net of met elk feit je steeds minder begrijpt. De waarheid raakt niet uitverteld. Er zijn vragen zonder antwoord, vragen veel te groot voor een mensenhart. Een dochter met haar moeder, samen delen zij het verdriet, een familie waar zij alleen van heeft gehoord. Een leven lang vol vragen, maar een antwoord krijgt ze niet. Het verleden drukt zijn afdruk stevig door. Een
tengere man, ooit was hij sterk. Stond hij op tegen het kwaad? Was dat wat ik deed genoeg? Een oude vrouw, ze kijkt naar boven. Het is alsof ze in zichzelf praat. Waar was u toen ik om uw hulp vroeg? Er zijn vragen zonder antwoord, die steeds maar weer worden gesteld. Hoe meer de kennis rijpt, des te minder je begrijpt. Het onrecht raakt nooit uitverteld. Er zijn vragen zonder antwoord. Vragen veel te groot voor een mensenhart. En elk monument, hoe meer je ernaar kijkt, hoe minder je begrijpt de vraagtekens van de tijd. Stilt klinkt overal, nooit meer. Een kind kijkt vragend om zich heen. Een val, vereeuwigd in brons, voor hen die nooit meer opstonden. Voor hen die gingen, nooit meer terugkeerden, wijl zij niet meer konden. Een kuil, uit leem gehouwen, voor hen die niet voor tirannen zwegen, en daarmee betaalden met een ongemarkeerd graf in duin en langs wegen. Een stenen plaquette voor hen die ver van huis, door beul en ziekte geplaagd, met voedsel nog water, in een stalen kist des doods, het zeemansgraf in zijn gejaagd. Voor hen geen graf of steen of naam, een monument is al wat wij hun geven konden. Naar een van die monumenten kijkt u nu, links van u, de vallende man. Dit monument staat symbool voor allen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet om Nederland te bevrijden en daarbij zijn doodgeschoten, vermoord of gestorven in een van de concentratiekampen. Het staat ook voor hen die omkwamen bij gevechten ten gevolge van bombardementen of andere oorlogshandelingen. In de leemkuil achter de kapel staat een kalkstenen schaal die symbool staat voor het offer dat het ondergronds verzet heeft gebracht en is om die reden ondergronds geplaatst. Stelt u zich voor, u gaat van huis, neemt afscheid van dierbaren en u keert niet terug. Wat een diepe wonde moet dat slaan bij de nabestaanden. Van één van de duizenden gevallenen zou ik graag het verhaal vertellen. Het is het verhaal van een ver familielid van mij dat in de straat van Malakka het leven liet. Zijn naam is Herman de Blok van Scheltinga, of Oom Boy, zoals mijn grootvader zei. Oom Boy werd in 1896
als zoon van een rubberplanter geboren op Sumatra in Nederlands-Indië. Zoals dat veelal gebeurde in die tijd, zou hij zelf ook planter worden. In december 1941 viel keizerlijk Japan Nederlands-Indië binnen. 4 maanden na de inval, werd Oom Boy, die inmiddels diende als soldaat in de residentie Sumatra Westkust, bij Padang krijgsgevangen gemaakt en in een interneringskamp gestopt. Hij heeft daar tot 1944 gezeten. In 1944 werd hij, samen met 1173 anderen, vanuit Medan op het voormalig KPM-schip van Waarwijk gezet. Hij zou in de beruchte Pekan Baroespoorlijn gaan werken. Scheepbasten van Waarwijk stonden bekend als helle schepen door de verschrikkelijke omstandigheden aan boord en door het feit dat ze onder Japanse vlag voeren, waardoor ze door de geallieerden vaak als doel werden gezien. Dit lot trof ook de opvarenden van de Van Waarwijk. In de middag van 26 juni 1944 werd het schip, dat met andere schepen in konvooi vaarde, getroffen door 2 torpedo's van de Britse onderzeeboot HMS Truckeland. Hierdoor brak het schip in tweeën en zonk binnen minuten. 178 mannen verdronken bij deze ramp. Ook Oom Boy, die dan 47 jaar oud is, overleeft de ramp niet. Er zijn veel te veel jonge doden om rustig rond te kunnen lopen. Overal kom je ze weer tegen, bleekjes, glimlachend en verlegen. Bij vlaggen, halfstok in plantsoenen, hoor je jezelf hun namen noemen. Zij willen zich ons niet opdringen, maar vullen je herinneringen. Uit huizen waar nu vreemden woonden, zie je vrienden naar buiten komen. Je loopt in drukke winkelstraten, nog binnensmonds met ze te praten. Je hoort, maar ijler dan tevoren, steeds weer hun laatste afscheidswoorden. Ze zitten thuis op je te wachten, als de eigen binnengedachte. Er zijn veel te veel jonge doden om ongestoord te kunnen dromen. Niet alle opvarenden verdronken. De overige 996 mannen werden door andere schepen van het konvooi opgepikt en naar Singapore gebracht. Op weg naar Singapore stierven nog 22 man door uitputting, longontsteking en opgelopen verwondingen. Herman de Blok van Scheltinga is samen met vele anderen slachtoffer geworden van de Japanse helleschepen. De vallende man is voor hen, maar ook voor vele anderen. Voor Marinus de Jong, die werd gefusilieerd in concentratiekamp Vught. Voor Teunis Jan Herwijn, die als dwangarbeider werkte en omkwam bij een bombardement op Neuenberg. Voor Susanna Theresia Straatman, die zonder waarschuwing door een Duitse patrouille werd neergeschoten terwijl ze zocht naar voedsel. En ook voor alle slachtoffers die nooit geïdentificeerd konden worden. Wij kunnen u niet meer bereiken. Wij komen een zintuig tekort. Wij leggen ons neer bij de feiten dat gij minder en minder wordt. De enkele keer dat ge in dromen ons nog verschijnt, wordt gij al ijler en ijler, tot ge voor altijd verdwijnt. Straten houden uw namen, voor heden en morgen in stand. Maar onze kinderen brengen ze niet meer met u in verband. Het land ligt nog, net als toen, van polder tot polder te kijk. De mensen die erin wonen, blijven zichzelf gelijk. Maar eenmaal per jaar is de stilte tot de hemel toe van u vervuld. En belijden we zonder woorden onze dankbaarheid, onze schuld. Maar eenmaal per jaar is de stilte tot de hemel toe van u vervuld. Laten wij herinneren, opdat zij niet vergeten worden. Na deze plechtigheid werden de kransen gelegd door onder andere de minister-president Mark Rutte.
de provincie Gelderland. En natuurlijk ook de gemeente Apeldoorn. Daarna werd de Last Post gespeeld en werd er 2 minuten stilte gehouden. De regionale politiekapel Noordoost Gelderland speelde daarna het Wilhelmus. Vlieringa, u bent bestuurder van de Oorlogsgravenstichting en de Oorlogsgravenstichting bestaat 70 jaar. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En, 2 mooie herdenkingen daarmee georganiseerd. Mooi weer, dus misschien is dat de dank die we van boven krijgen. Ja, zometeen start hier de doden herdenken op het ereveld in Loenen. Alles staat klaar? Ja, alles is klaar. We wachten eigenlijk op de hoge gasten. Dankzij ons 70 jaar bestaan komt de minister-president spreken. Daar zijn we heel blij mee. En nou, voor de rest is het programma met onze leerlingen die ieder jaar weer fantastisch doen. Wordt vast weer een mooi programma. En eens even kijken, want sommige mensen zijn nog niet bekend met de Oorlogsgravenstichting. Wat doet de Oorlogsgravenstichting precies? Nou, wij onderhouden eigenlijk voor Nederland, namens de Nederlandse regering, overal over de wereld alle Nederlandse oorlogsgraven. Dat zijn er ongeveer 50.000. Wij erkennen 180.000 oorlogsslachtoffers, dus daar hebben we er maar 50.000 graf van. De rest is in vernietigingskampen of op zee of zijn we kwijt. En dat doen we over de hele wereld. De helft van die 50.000 ligt in Indonesië. Er liggen er ongeveer 12.000 in 50 landen over heel de wereld en ongeveer 13.000 in Nederland. En hoeveel hier op het ereveld in Loenen? 4.000, bijna. Dus we hebben nog een heleboel over Nederland verspreid liggen. En dat klopt ook, op 1200 begraafplaatsen liggen Nederlandse oorlogsslachtoffers. En die onderhouden wij samen met de gemeentes. Ja, en u helpt ook de nabestaanden, toch? Ja, dat klopt. Dat is een van onze andere taken. Dat doen we door bloemen te leggen bij graven. We hebben reizen naar Indonesië voor herdenken. Eigenlijk als je kijkt naar wat we maandag hebben gedaan, proberen we jeugd erbij te betrekken dat vrede en veiligheid niet gratis is en dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Ja, over jeugd gesproken, er is ook een speciaal lespakket ontwikkeld door de Oorlogsgravenstichting. Ja, dat klopt. Om ze bewuster te maken dat herdenken belangrijk is. En dat is geënt op het programma dat we afgelopen maandag hier hebben gedaan. Door mensen achter de graaf te zetten die dezelfde leeftijd hebben als degene die erin zit. In ligt. En
En wat wij hebben ontdekt is dat dat veel meer in de belevingswereld van jonge mensen is. En dat ze dan echt beseffen dat het hun broer, hun zus, hun vader, hun moeder had kunnen zijn. Dat die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. En het is goed dat je dat zo nu en dan beseft. Tot zover de impressie van de dodenherdenking die hier plaatsvond op het Nationaal Ereveld in Loenen. Hartelijk dank voor het kijken en nog een hele fijne avond toegewenst.